We zitten net in het vissenseizoen. En dit is een heel interessant seizoen, omdat het het laatste sterrenbeeld is van de dierenriem. En ook meteen de brug is van het winterseizoen naar het lenteseizoen. En deze overgang is eigenlijk een van de grootste overgangen is die wij in het jaar hebben. En in deze podcast ga ik je meenemen wat het vissenseizoen is, wat het jou te brengen heeft. En nog belangrijker. Naar welke boodschappen jij mag gaan luisteren. Welkom bij de Astrologie als Strategie podcast. Dit is een plek waar je meer kunt leren over het herinneren van jouw eigen essentie, om meer open te staan voor alle boodschappen van het universum, van jouw eigen intuïtie, jouw eigen essentie. En in deze podcast ga ik je op verschillende manieren meenemen in hoe je hier naar kunt luisteren. In deze specifieke podcast gaan we het hebben over het vissenseizoen, oftewel de zon die naar vissen is gegaan. Dit gebeurt op 19 februari en daar blijft hij staan tot 20 maart. Vissen is een mutable sterrenbeeld en mutable betekent dat het bewegelijk is. En alle mutable sterrenbeelden zijn een brug van het ene seizoen naar het andere seizoen. Tweeling is bijvoorbeeld de brug van de lente naar de zomer. Maagd is de brug van de zomer naar de herfst. En boogschutter is de brug van de herfst naar de winter. Vissen rond het winterseizoen af en bereid ons voor op de lente. Want ik eerder ook al zei: dit is de grootste overgang qua energie. Want van teruggetrokken en stil gaan we naar actief en enthousiast. En dit is iets wat ik heel vaak roep. En ik klink af en toe net zoals zo'n broken record die iedere keer hetzelfde herhaalt. Maar je moet vaak dingen ook meerdere keren horen, dus ik ga het je nog een keer vertellen. De winter staat voor rusten. Als jij in de winter niet kunt rusten, niet naar binnen kunt keren, zul jij straks die golf van energie en enthousiasme die het lenteseizoen en het ramseizoen jou gaan brengen, kan je die niet pakken. Want als jij nog steeds overprikkeld bent, moe bent, uitgeput bent, dan kun je niet meegaan met die vurige energie die ram gaat brengen. De komende weken zijn dus tekenend voor hoe jij de lente wil gaan starten en met welke energie jij het astrologische jaar wil starten. Dat begint op 21 maart. Vissen is een teken dat heel intuïtief is, zacht, empathisch en artistiek. En dit is dus ook het perfecte moment om te gaan reflecteren en terugkijken op de afgelopen periode, of misschien wel op het hele astrologische jaar. Wat er bij mij deze week ook heel interessant gebeurde, is dat mijn eigen businesscoach die adviseerde om in december een planning te gaan maken voor 2024. En die heb ik netjes gemaakt. En dat heeft me al heel veel inzichten gegeven. En tegelijkertijd wist ik ook dat mijn planning gaat veranderen. En dat is niet vanuit een soort arrogantie van, oh ja, want het astrologische nieuwjaar gaat er nog aankomen, dus ik zet niks vast. Maar ik voelde er zitten lagen waar ik nu niet bij kan. Omdat ik nu in de winter wordt uitgedaagd om naar binnen te keren. En niet zozeer bezig te zijn met nieuwe dingen. En wat er deze week ontstond is dat ik eindelijk mijn planning erbij pakte en hem um, met pen op papier ging zetten. Ik had een hele mooie kalender gehad van de masterminds waar ik in zit. En daar heb ik nu pas met papier, met pen, want het is op papier... heb ik pas dingen erin geschreven. Omdat nu pas de nieuwe energie begint te stromen. En dit is ook het interessante stuk aan vissen. Want het biedt ons namelijk een kijkje voorbij het rationele brein... en direct naar je onderbewustzijn. Er zijn afgelopen weken downloads binnengekomen... Waarvan ik uiteindelijk heel hard moet lachen, omdat dat niet iets is dat ik ooit zou kunnen bedenken met mijn hoofd. Ik had niet kunnen bedenken in december dat deze downloads, dat dit pad zich zou gaan openbaren. En hoeveel het zo ontzettend resoneert met heel mijn being. En dat betekent dat er best wel wat flinke veranderingen zullen gaan plaatsvinden in mijn bedrijf. Er zullen dingen zijn die ik gaan loslaten. Dingen die op een andere manier terug gaan komen. En dit kan juist door die visse-energie die zo'n directe verbinding heeft met het universum. Zo'n directe verbinding met wat jij hier te doen hebt. Maar daarvoor moet je luisteren. Vissen houdt zich namelijk helemaal niet bezig met het aardse, met het praktische. Het gaat daar compleet aan voorbij. Dus het is niet geïnteresseerd in mijn planning. Het is niet geïnteresseerd in die kalender die ik wilde invullen. Maar het gaat veel verder dan dat. Dus vind ook jouw inspiratie in de meest uiteenlopende dingen. Ontwikkel je artistieke talenten. En zink ook echt heel diep in je onderbewustzijn. Als je namelijk nieuwe levels van geluk, van excitement, van ecstasy wil bereiken... zul je ook bereid moeten zijn om heel diep te gaan. Want het gaat twee kanten op. Het is niet dat als we alleen maar in die expansion-energie zitten... en hoger, 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 verder, verder, verder... gaan we ook tegelijkertijd dieper, dieper, dieper. En Dat heb ik de afgelopen weken zelf kunnen ervaren... wanneer ik een heel diep trauma uit mijn babytijd heb mogen aankijken... en nog in het proces van de heling zit van dat babytje energie sturen, te laten weten dat het geliefd is. En ik zal er nog een aparte podcast over opnemen, want het is een heel interessant proces. Maar weet ook dat als jij die hoogte nog verder ingaat, dat ook de schaduwen nog dieper gaan, omdat jij meer draagkracht aan het creëren bent, meer in die expansie zit en tegelijkertijd dus ook kunt gaan voelen wat zit er nog in mijn systeem opgeslagen. En dat is dus heel interessant dat nu in het vissenseizoen dat je ook niet jezelf gaat verliezen in, oh ik moet overal woorden aangeven. Ik moet alles ook meteen tastbaar en praktisch en grijpbaar. Daar is het vissenseizoen totaal niet voor geschikt. Laat de inspiratie en de intuïtieve boodschap en download landen in jouw systeem voordat je er woorden, acties of consequenties aan gaat verbinden. Dit is echt, en ik zeg het nogmaals, een hele belangrijke overgang van de winter naar de lente. En die wil jij heel bewust maken. Dus steeds weer een stapje verder uit je winterkokon en verder de wereld in. Zorg er wel voor dat je contact blijft maken met de wereld om je heen en niet compleet afglijdt naar een droomwereld waar alles beter blijft zijn. Vissen is namelijk ook geneigd om zich te verstoppen. En te nam out. Om zich dus te verdoven. Om niet te willen voelen. Om niet al die downloads te krijgen. Om niet alles te ervaren wat er nu op je afkomt. Want het kan maar zo zijn dat jij inzicht en downloads krijgt. die jou in een bepaalde richting. Nou, ik wilde het dwingen zeggen. maar. jou heel sterk richting een bepaalde kant sturen. zonder dat je weet wat die kant precies is of wat het inhoudt. Als dat te veel is, wat vissen dan doet, is compleet de andere kant op gaan en zichzelf verdoven. En dit kan zijn met alcohol, met televisie, met Netflix, uh, gamen, eten, maar ook met hard werken. Hard werken is ook een vorm van jezelf verstoppen en jezelf verdoven. Want als je maar constant bezig blijft, hoef je niet na te denken, hoef je niet in te voelen op de download die jij gekregen hebt. En hoef je daar dus ook niks mee te doen? Dus hou beide beentjes wel op de grond. Zorg wel dat je niet helemaal opstijgt in het spirituele. En vervolgens het contact gaat verliezen met wat je hier op aarde te doen hebt. Maar laat jezelf inspireren. Het grappige was, ik was afgelopen weekend was ik in de stad met de kinderen en we liepen de kwast binnen. Het is een heerlijke winkel vol met knusselspullen. Mijn oudste dochter is net zo'n knutsel een tekenaar als wat ik altijd ben geweest als kind. Dus echt haar snoepwinkel. Je hoeft niet naar een snoepwinkel. Neem haar mee naar de kwast. Overigens grappig. De jongste, We kwamen de winkel uit en die vroeg waar zijn de kwasten nu? Ja, we kwamen niet voor kwasten. Maar wat er daar bij mij ook gebeurde. Ik heb kunstacademie gedaan en ik liep daar rond. Niet van plan om iets te kopen. En ik zag een heel mooi pastelkrijt. En ik dacht, ja, ik ga ook weer vanuit die emotie, vanuit dat verlangen. Ik heb zin om iets te creëren: niet iets moois. Niet iets dat aan de muur hoeft te hangen. Niet iets dat uh, ik op Instagram hoef te zetten. Als het mooi is, zal ik dat wellicht wel doen. Maar vanuit het verlangen, ik heb zin om iets te maken. Ik heb zin om weer aan de slag te gaan met mijn artistieke talenten. Want ik moet zeggen, een kunstacademie is niet altijd heel erg goed voor je creativiteit en voor je artistieke expressie. Het is op mij een beetje uitgeslagen. De lol is er toen van afgegaan. En ik heb her en der altijd wel weer manieren gevonden om mijn creativiteit weer te activeren. Maar ik voelde toen ik daar rondliep, en ik de geur van alle materialen en de keuzes. Ik ging er helemaal van op aan. Dit had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Ik had niet online hoeven kijken. Op een, een winkel waar je dit soort dingen kunt kopen en vervolgens kunnen voelen, oh misschien moet ik weer gaan schilderen. Of misschien moet ik weer iets gaan doen met mijn creativiteit. Het voelde voor mij heel erg, ik liep daar rond en ik dacht, ja, ik wil weer gaan creëren. Ik wil met mijn handen werken, ik wil hè, met pastelkrijt worden, let ik je handen ook heel vies. Om daar... In mee te mogen bewegen. En daar wil ik je ook voor uitnodigen. Niet zozeer dat je nu naar de kwast moet gaan en spullen moet gaan kopen waarin jij jezelf moet gaan dwingen om creatief te zijn. Maar juist kun jij jezelf uitnodigen om open te staan voor de inspiratie op momenten waarin je het niet verwacht. En daarmee bedoel ik dat je ruimte creëert voor het doorkrijgen. Van inspiratie, voor het doorkrijgen van de downloads. Met downloads bedoel ik letterlijk. Ik kreeg twee weken geleden ook heel duidelijk een vibe door dat mijn bedrijf in een transformatie zit. Dat ik in een transformatie zit. En afgelopen weekend mocht ik een hele mooie In Essence journey ontvangen van een collega Inner Essence facilitators die een waanzinnige dag hebben neergezet. En daar kreeg ik een woord door dat zo diep in elke vezel van mijn lijf resoneerde. Dat gebeurde omdat ik er tijd voor had genomen. En ervoor gezorgd dat de oppas was bij de kinderen. En dat ik die dag helemaal kon onderdompelen in mijn eigen energie. In mijn essentie. En mijn energie nog meer laten stromen en bevrijden. En dat is wat vissen seizoen. Ten voeten uit kan doen, maar daar moet jij dus echt tijd voor maken. Jij moet dus heel bewust. Nou, niet gaan zitten als in: Ik ga een One Day Retreat doen, of ik ga een Inner Essence Journey doen, met het idee: Dan krijg ik dus downloads en dan wordt ineens alles duidelijk. Maar het zijn ook de kleine momenten. Als ik in de ochtend aan het journalen ben, komen er ook hele mooie dingen voorbij. Daar schreef ik deze naam eerder al op in een andere vorm. Maar pas tijdens de Inner Essence Journey kon ik hem ook echt in iedere vezel van mijn lijf voelen. En dat is wat vissenseizoen is. En dat gun ik jou zo ontzettend dat je dit mag meemaken. Dat je dit mag voelen. Dat je jezelf openstelt voor het herinneren van wat er al in jou leeft. En of dit nu een herinnering is van je jeugd of van een aantal jaren geleden of van vorige levens of van. Energie uit je voorouders. Je moet je er wel voor openzetten. Je moet er wel. En hier gebruik ik heel specifiek het woord moeten. Want hier moet je je echt aan overgeven. Je moet hier tijd voor maken. Dit seizoen is bedoeld om die brug te slaan. naar het ramseizoen. Naar letterlijk de lente in kunnen rammen. vanuit vuur, vanuit passie, vanuit energie. En die energie kun jij niet hebben. Als jij niet nu de tijd neemt om die downloads te ontvangen. Om je open te stellen voor wat is er allemaal nog meer mogelijk. Wat mijn hoofd niet kan bedenken. Maar wat mijn ziel, wat het universum. Wat God, wat. Hoe jij er ook een naam aan wil geven. Wat wil er doorkomen? Wat wil er geboren worden? Waar ben jij nu klaar voor? Dat is een hele, hele belangrijke boodschap. Die ik jou wil meegeven. Dus ga daar dit seizoen mee aan de slag. En als je zit te luisteren en je voelt, oh, ik voel de downloads doorkomen, ik voel de energie aanzwengelen, zorg er dan voor dat je bij het Lente Equinox Live-dag bent. Deze dag is op 21 maart en in die dag gaan we met een prachtige Inner Essence Journey afreizen naar jouw intentie voor het lente seizoen. Waarin je je mag gaan herinneren wat er allemaal al in jou leeft. En hoe je dat kunt activeren. In de middag gaan we aan de slag om die tools en die downloads die je tijdens In Essence Journey hebt ontvangen, om daar ook echt mee aan de slag te kunnen gaan. Want het lente seizoen draait om zaadjes planten, om nieuwe dingen uit te proberen. Dus juist ook de essentie die jij dan hebt gevoeld tijdens de Essence Journey, kun je gaan toepassen en meteen ook voor jezelf een actieplan daar vasthangen. Deze dag is zo'n mooie dag. Ik heb hem in de winter ook gehouden, de winter solstice editie. En het was echt pure magie. En toen ging het natuurlijk over het naar binnen keren, over het verzachten, over het reflecteren. Dat was echt een magische dag. En deze lente-editie gaat weer veel meer over in actie komen. In het mogen doorvoelen van wat er allemaal leeft. Alleen nog deze week, dus tot en met zondag 25 februari, kun je voor 97 euro een kaartje kopen voor deze onwijs prachtige live-dag. Waarin jij jezelf op zo'n mooie manier weer gaat ontmoeten. En weer kunt herinneren wat je hier te doen hebt en wat jouw missie is. Na de 25e worden de kaartjes 147 euro. Dus zorg ervoor dat je nog voor die tijd een kaartje koopt. Dat je erbij bent. Want ik kan je echt beloven: hand op mijn hart, dat dit mega transformerend voor je gaat zijn. Dat je gaat thuiskomen bij jezelf en misschien nog niet eens op de dag zelf. Maar dat je voelt dat het na gaat werken. Dat het zoveel voor je gaat openen en zoveel voor je gaat aanzetten. Waardoor je zo fijn de lente kan gaan starten. Dus ik hoop je op 21 maart te zien bij het Lente Econox Live-dag. En dat we daar met z'n allen iets heel magisch en moois van mogen maken. Ik wil je bedanken voor het luisteren en ik spreek je weer in de volgende podcast.